Het is weer zover. Vanaf deze week kiezen duizenden achtergroepers uit zo'n 75 middelbare scholen in de stad. Afhankelijk van het schooladvies kiezen ze een top 4, 6 of zelfs 12 van scholen waar ze volgend jaar heen willen. En welke school het dan uiteindelijk wordt? Het is Hervormd Lyceum Zuid, mama. Wij kunnen u melden dat Otto geplaatst is op het Fons Vitae Lyceum. Finse school! Ja! Yeah! Maar het gaat vanaf dit jaar net even wat anders. Naar dezelfde school als je broer of zus, die zekerheid was er al niet meer. En tot vorig jaar was er nog een voorrangsregel. Ging je naar een vrije basisschool of eentje van Dalton-onderwijs of Montessori-onderwijs, dan had je ook voorrang op een middelbare school van dat soort onderwijs. Maar die laatste regel, die vervalt vanaf dit jaar. En van die drie is Montessori in Amsterdam het grootst. Ik vind de Montessori-school heel erg fijn. Gewoon ook dat je zeg maar vrij bent in wat je gaat doen. De ouders vinden het ook spannend, want het is echt dan een breuk in je opleiding. Ja, dus ik zou het heel fijn vinden als die regel niet wordt afgeschaft. Zodat je toch nog een soort van prettige middelbare school hebt. Waarom wordt die regel afgeschaft? Dat is ooit ingezet vanuit maatschappelijke opdracht die de schoolbesturen in Amsterdam zien. En dat is dat we voor alle kinderen gelijk kans willen bieden bij ook de schoolkeuzes. Dat betekent dat we alle kinderen bij de loting en matching hetzelfde vertrekpunt willen meegeven. Hey man, hoe was het? Maar vorig jaar al bleek dat niet iedereen hierop zit te wachten. Gijs stuurde zijn zoon in groep 6 naar Montessori om zo voorrang te krijgen. Dan moet hij terug weer naar klassikaal. Wij zijn van mening, en hij zelf ook, dat het niet goed is voor zijn ontwikkeling. Hoe erg is het dat je gaandeweg tijdens de basisschool leerlingen wilt verplaatsen om ze de kans te geven om daarna ergens anders binnen te komen? Dan hebben ze een knip in hun schoolontwikkeling, want ze gaan van basisschool naar basisschool. En we gaan in Nederland al op 12 jaar met een knip vroeg naar de middelbare school. Ik vind dat wel moeilijk voor leerlingen. 78% van de groep achters kon vorig jaar naar schoolkeuze 1. Het grote probleem volgens velen: er is niet genoeg aanbod bij de scholen waar de vraag het hoogst is. Wat gaat het volgend jaar dan betekenen voor die percentages? Dat zal lager zijn, ja, omdat de kinderen die nu met voorrang geplaatst worden, ja, die zullen gewoon moeten gaan concurreren. Omdat die capaciteit op die populaire scholen niet wordt aangepast en alleen voorrang gewoon wordt afgeschaft. Ik kan vertellen dat er voldoende Montessori-plekken zijn. Zeker nu we ook nog een nieuwe Montessori-school zijn begonnen. Ouders en leerlingen kiezen altijd nog steeds voor de witte school in Zuid. En ik denk dat het belangrijk is dat we zo langzamerhand ook eens even gaan zien dat je uit die bubbel kan komen. En dat je in de stad super divers op heel veel plekken terecht kan. En helpt het afschaffen van deze regel? Ja, ik denk dat het afschaffen van de Montessori-regel, hetzelfde voor Dalton en de vrije school, daar wel bij helpt. Tot eind deze maand kunnen kinderen hun keuzes doorgeven. En hoe het dan precies gaat uitpakken, dat weten we begin april, als de uitslagen bekend worden.